Ik weet hoe het eruit ziet, maar. Ja, maar daar hebben we nu niks aan. We moeten er komen. We moeten er komen. Zij weten geloof ik echt niet waar ze naartoe moeten. Nee. Wij staan al 1-0 voor. Kijk, het is gewoon als het goed is. Oké, kom op boys, op zoek naar die uitdaging. Go, 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 go! Oeh, wat is deze? Tablet. Oh, allemaal icoontjes. Kijk eens aan. Ik zie iets met muziek, daar zijn jullie goed in. Schatkist? Ja, ik zie Snapchat. Skateboard? Wij kunnen skateboarden. Ja, wij niet, dus dat gaan we niet doen. Oké, we gaan schieten. Lasergamen! Lasergamen in het Lavenlaar. Team Ponkers tegen Team Freaky Channel. Dat zijn wij. Nou jongens. Het doel van het spel is om zo min mogelijk gestrikt te worden. Het team met de meeste strikes verliest en moet direct de Efteling verlaten. Ga nu eerst op zoek naar het Lavenlaar. Daar wordt het spel gespeeld. Go, 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 jongens. With go, the jongens. Flow. With the flow. Flow, yo. Okay. Ik heb geen idee waar het Lavenlaar is. jongens. Hey, later. Jongens, zij gaan nu gewoon rennen en wij hebben de Efteling uit, dus... Zij weten geloof ik echt niet waar ze naartoe moeten. Nee. Wij staan al 1-0 voor. Hey, maar boys. Waar is het in heel... We lopen wel weg, maar ik heb geen idee waar het is. Ik weet hoe het eruit ziet, maar... Ja, maar daar hebben we nu niks aan. We moeten er komen. Het ziet er trouwens wel echt spooky uit in het donker. Ik vind het wel gezellig. Ja. Gezellig? Het is gezellig, hoor. Gezellig. Laten we huppelen. Laten we huppelen. Ja, huppelen. Jongens, kijk even. Een kaart. Lavenlaar, jongens. Lavenlaar. Zo moeilijk. Hier, dit is het volgens mij. Sure? Ja, ik weet het bijna zeker. Hoezo bijna? Omdat... Jawel, dit is het. Dit is het, het Lavelaar. 100% zeker. Het is wel echt wel even wat anders, hè? Normaal loop je hier met zo'n kaart en een zak snoep en eten, oliebol. We zijn gearriveerd! Pak aan! Hey jongens, ik denk dat we eerst even moeten kijken hoe we eigenlijk de punten moeten scoren voordat we even die pakken aantrekken. Lasergamen, welkom in het Lavelaar. Speluitleg, hoe score je punten? Als je iemand raakt, krijg je een punt. Als je geraakt wordt, verlies je punten. Het team met de minste punten ontvangt een strike. Dat is 1. Verstop je vlag en zorg dat het andere team deze niet vindt. Wordt je vlag toch gevonden, dan krijg je een strike. Vind zoveel mogelijk Efteling knuffels. In het Lavelaar zijn 3 Efteling knuffels verstopt. Het team dat de minste knuffels vindt, krijgt ook een strike. Zodra jullie dit geluid horen... Zo. Is het spel voorbij? En kom je weer terug naar deze plek. Daar worden de strikes geteld. Het team met de minste strikes heeft gewonnen en mag 1 nacht lang in de Efteling blijven. En het andere team moet direct de Efteling verlaten. Trek nu je laser outfit aan en zet hem op. En jullie zijn groen, jongens. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Het is zo intens vet dat dit allemaal voor ons georganiseerd is. Nou, gasten. Deze is voor jullie. Dankjewel. Hey. Wij gaan deze verstoppen. Zullen we beginnen? Ja. 3, 2, 1, go! Go! Oh. Rennen! Laten we afspreken dat 1 iemand voor de vlaggen en de knuffels gaat zoeken. En 1 iemand voor de... En 1 iemand voor de... Gewoon de rest te schieten. Doen we dat? Nee! Ik heb hem al 10 keer geraakt! Nee! Daar, waar zit hij? Waar zit hij? Ja, Noah zit hier om het hoekje. Ik ben zo fanatiek. Oh nee! Ik zie hier ook! Ja, daar staat er een tas! Nee! Oh, dat is al gemaakt.
Ik word de hele tijd door Noah geraakt. Ja. Nice! Ja, Aron. Lekker, lekker, Aron. Geprobeerd. 12 keer, lekker, Jesper. Shit. Ik ben geheerd, man. Daar kwam niet vandaan. Nou jongens. Heerlijk. Jullie zien er niet zo blij uit jongens. Wat is er aan de hand? Jullie hebben eigenlijk knuffels gevonden? Ik heb één knuffel gevonden. Hey, weet je wat? Daar kan je vanavond lekker mee slapen. Jongens, wij hebben ook een knuffel. Ja. Het is gelijk spel, maar... Wij hebben een vlag. Ik zie jullie niet met een vlag. Die hebben we nog ergens gestopt. Oh, die hebben jullie ergens gestopt. Tuurlijk, ja. Dus dat betekent dat jullie al een strike hebben. Maar nu nog de puntstelling. Jullie hebben min 950. Bij elkaar. Ja, bij elkaar, ja. Is dat goed? Nee, dat is heel triest. Vaak als er een minnetje voor staat, is het niet goed. Maar wij, het kan natuurlijk ook nog de andere kant ook fout zijn, waren de 4000. Wat dikker. Hey. Hey jongens, dat betekent dat jullie het park moeten verlaten, jongens. Hey. Ik had hier zo... Losers! De uitgang is die kant op zo. Moet je hier zo het pad aflopen? Er was echt iets mis met Noah's pak, hoor. Nee. Jongens, security staat daar. Security staat daar. Kunnen jullie daarheen? Nee. Geen excuses. Noah is al zelf lopen. Geen excuses. Alright, jongens. Jongens, achtbaantje. Bronnetje. Bronnetje. Ja, helemaal gaaf. Of een negenbaantje. Oh. Ik hoop dat we goed zitten. Ik denk het wel. Ik heb deze weer. Ook! Hetzelfde. Ik heb er echt super veel zin in. Oké. Okay. Oh, wat is dit nou? Icoontjes. Muziek. Paddenstoel. Volgens mij moeten we iets kiezen. Ja, volgens mij ook. Dat lijkt op Snapchat. Ik zie muziek. Zullen we het tentje kiezen? Ja? Oké. Okay. Tik jij? Ja. Oké. Okay. En hij gaat laden. Sprookjesachtig overnachten. Oeh, wat zou dat zijn? Dat klinkt best leuk. Jullie gaan sprookjesachtig overnachten in het sprookjesbos van de Efteling. Maar daarvoor moeten jullie wel zelf aan de slag. Ga daarom eerst op zoek naar het openluchttheater in het sprookjesbos voor jullie eerste opdracht. Zo, wat gaaf. Naar het openluchttheater. Oh. Ik hoop dat we goed zitten. Ik denk het wel. Het is hier wel heel erg donker. Ja. Heeft iemand een zaklamp mee? Toevallig, nu je het vraagt. Jij bent goed voorbereid. Oké, wat doen we? Links of rechts? Laten we de spannende weg nemen. Volgens mij is dit het. Ik heb het idee dat we letterlijk onze tent moeten opbouwen. Dit kunnen wij wel. Dit kunnen wij wel. Spannend. Bouw je eigen sprookjestent en maak het sprookjesachtig gezellig. Oh, wat gaaf. Probeer jij eens. Het zegt niks voor mij. Speelt u een ukulele? Ik niet. Ik heb deze weer. Ook. Hetzelfde. Wie
vier van die heerlijke, smakelijke hapjes. Alleen in het sprookjesbos. Ja. Maar om ervoor te zorgen dat er niks gebeurt, moeten jullie alles afweteren hier in het sprookjesbos. En om dat te testen, heb ik hier voor jullie de test. Alsjeblieft. Dankjewel. Hier heb je een pen, anders wordt het lastig schrijven. Dankjewel. Ik ben benieuwd naar jullie sprookjeskennis. Ga op zoek naar de volgende drie sprookjes. Klein Duimpje en Reus, Sprookjesboom en de Tuinman en Fakir. Ja, oké. Laten we gaan. Oké. Ik durf niet die kant op. Hoe worden de laarzen van de reus ook wel genoemd? Klein Duimpje, de zevenmijlslaarsjes van de reusstenen. De zevenmijlslaar. Vervolg jullie weg richting Sprookjesboom. Oké, naar de Sprookjesboom. Iedereen wilde graag meedoen. Dus iedereen kwam met twee. Sprookjesboom is wel 13 meter hoog en in zijn kruin wonen een aantal bosdieren. Nummer 3. Ik zie een vogel. Ik hoor gefluit, dus volgens mij hebben we het gevonden. In de verte hoor je een fluit van het sprookje De Tuinman en Fakir. Vraag 3. Woont de Fakir in het kasteel? Toen kwam er tuinman. En die plantte bollen en toen... Nee, toen een uit de Fakir. Dat is iemand anders. Hij woont hier niet. Oh my god. Nee. Ik hoor hem. Nee. Zal ik eens even kijken hoe jullie het er vanaf hebben gebracht. Hoe worden laarzen van de reus ook wel genoemd? De zevenmijlslaarzen. Dat is helemaal correct. Welke dieren zie je zitten bij de sprookjesboom? De spin? Dat is ook al goed. De vogel is ook al goed. En de eekhoorn is ook al goed. Jullie hebben bijna alles goed. Woont er vaak hier in het kasteel? Nee, dat is ook al juist. Alsjeblieft, eet u smakelijk. En niet te snel. Dag hapjes. Nog een envelop. Doei. Jullie hebben iets lekkers verdiend. Denk goed na bij welk sprookje jullie snoepgoed zullen vinden. Hans en Gietje. Ja, of course. Neem snoepgoed mee naar jullie tent in het mandje en word een prinses. Laten we het maar meenemen. Ja. Wat was de weg terug naar de tent? Ja, van mee die kant hoor. Nee, die kant. Wow, moet je al die jurken zien? Wow. Allee, is dit niet wat voor jou? Oh, die is ook wel erg mooi. Roze? Of ga je meer voor roze? Ik denk dat ik roze mooier vind. Mooier bij je haar. Assenpoester. Ik dacht dat de wolf zou komen. En wat zien jullie er prachtig uit. Zeg, maar kunnen jullie ook dansen als prinses? Fantastisch gedaan, dames. Voor ons wordt het weer tijd om terug te gaan naar het kasteel, dames. Ik zou zeggen, een hele fijne nacht in het Sprookjesbos. Ik zal echt helemaal misselijk eten. Ja hoor. Alsjeblieft. Vangen. Welke kant? Die kant.
ben echt zo benieuwd. Laten we eens kijken. Wow, vet. Ik zie muziek, actie. Maar het lijkt me wel duidelijk. Ik ga voor deze. Snapchat. Verstoppertje. Oké, dat vind ik leuk. Verstop jezelf in het ruig rij. De Efteling heeft 4 van jouw familieleden uitgenodigd om jou te komen zoeken. Het team dat jou als eerste vindt, mag samen met jou in de Efteling blijven. Het team dat verliest, moet naar huis. Geef jouw familie hints via Snapchat. Ga nu eerst op zoek naar Ruigrijk en pak je voorsprong. Oké, ik denk dat dit wel heel leuk gaat worden. Ja. Ik ga snel naar Ruigrijk voordat ze hier zijn. Wow, holy glitter. Nou, daar gaan we. Oké, tijd voor de allereerste Snapchat hint. Ik sta hier natuurlijk bij de baron. Ik ben benieuwd of ze deze hint begrijpen. Scoot, hè? Ja, best wel koud. Even een dikke jasje aan moeten doen. Volgens mij is dat andere team. Hey. Hi. Jullie zijn het eerste team. Yes. Yeah. Hey, let's go. Oh, wacht. Hey, ik heb Snapchat. Ja, ik ook. Wacht, kijk hem even. Hallo allemaal, ik ben bij mijn favoriete attractie. Oké, hij zegt favoriete attractie. Dat is sowieso Ruigrijk. Ja, en dan de baron. Hier. En dus je weet dat je moet lopen? Ja, via hier zo. Oké, let's go. Holy, oh my god, nee! Niet dat ze me gehoord hebben. Snel weg hier. Oké, dit is de baron. Oké, kom, ga naar binnen. Oké. Oké, tijd voor de tweede Snapchat hint. Wacht. Ja, Snapchat. Oké, laat zien. Nou, achter me zien jullie ook nu nog niks en ik houd het voorlopig nog eventjes geheim waar ik ben. Dat hout gaat natuurlijk over de houten achtbaan. Joris en Braak, laten we erin gaan. Irritant. Ik weet denk al waar het is. Ja? Waar dan? Dat ga ik niet zeggen. Oké. Hey, we mogen de beste hebben, hè? Ja. Succes, hè? Doei. Ik ben bang dat ze me wel gehoord hebben. Dat scheelt me niet veel. Toch een beetje eng hier s'nachts, maar ik ben benieuwd of zij deze hand ook herkennen. Nou, ik ben nog steeds in het park. Jullie hebben me nog steeds niet gepakt. Wat is er toch aan de hand, jongens? Kom snel nu hier naartoe, anders ben ik weer weg. Voor de allerlaatste Snapchat hint, daar gaan we. Jongens, het wordt volgens mij al bijna licht, dus ik blijf hier zitten. Ik hoop dat jullie deze hint vatten.
Tot zo. Ik weet het echt even niet meer. Ik ook niet. Snap. Oh. Jongens, het wordt volgens mij al bijna licht, dus ik blijf hier zitten. Ik hoop dat jullie deze hint vatten. Ik weet het. Zo. Zeker? Ja. Let's go. Volgens mij zit hij daar. Ja. Yes! Oh! Hey! Hoi, gefeliciteerd. Dankjewel. Oh, waar bleven jullie al die tijd? Oh, dat was moeilijk. Was het moeilijk? Weet je hoeveel we hebben gerend? Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar jullie hebben gewonnen. Yes. En ik zou een snap naar de verliezer sturen. Ja, is goed. Om te laten weten dat ze het maar kunnen opgeven, want jullie zijn de winnaars. Ja. Okay. Jongens, ik heb slecht nieuws voor jullie, want... We hebben gewonnen! Yeah! Oké, ik denk niet dat ze dit heel leuk gaan vinden. Maar voor jullie is het leuker. Hebben jullie nog bepaalde attracties waar jullie in willen? Want het park is heel de nacht voor ons, dus... Python. Oké, laten we erheen gaan. Yes. Wow. Mooi. Ja, ik ga mijn best doen. Dat is het enige wat ik kan gaan zeggen. Oh, oh mijn god. Ik ben zo benieuwd wat ik moet gaan doen. Oké. Allemaal icoontjes. En ik denk dat ik er eentje moet kiezen. Ik twijfel een beetje tussen de draak en de verfkwast, maar ik moet nu natuurlijk wel een goede keuze maken. Ik ga voor de kwast. Spannend. Als het maar niet iets heel erg moeilijks is nu. Efteling Neon Nachtwacht. Oké, dat klinkt wel pro. De Oosterse wachters van Fata Morgana willen een groepsportret dat er vooral mooi uitziet in de Oosterse nacht. Jij hebt de eer om hun vast te leggen op doek met UV neonverf. Jouw uitdaging is dan ook om een Efteling neon nachtwacht te maken. Ga nu eerst op zoek naar Fata Morgana. Oh god, ik kan echt helemaal niet schilderen, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Dus dan misschien toch wel een hele goede keuze. Fata Morgana, volgens mij, is dat gewoon daar. Dus daar gaan we nu naartoe. Wel mooi, man. Die lichtjes. Ah, hallo. Eindelijk. Zij is zo lang hierheen gekomen. Eindelijk is zij daar. Ik ben er. Wat fijn dat jij bent gekomen voor ons. Wij staan hier te wachten voor jou. Het is tijd. Wij zijn klaar voor ons 1001 nachtwacht. Ja, ik ga mijn best doen. Dat is het enige wat ik kan gaan zeggen. Het is wel een groot doek, man. Wij zijn ook met veel. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Jullie zijn topmodellen. Ik voel wel een beetje... Ik vind het wel een spannende opdracht die jullie me hebben gegeven. Ah, wacht maar af. Het wordt nog veel spannender. Oh, wat spannend. Ahmed, heb jij tegen haar gezegd? Is wel geteld, zij heeft 10 minuten om het schilder uit te maken. Oh mijn god. Nee, is grapje. Ja. Zij zijn enthousiaster over wat ik aan het maken ben dan ik zelf. Oh yeah! Ah. Hallo mooie mensen! Mooie tapijtjes! Wil jij een mooie tapijtje van ons kopen? Ja, kijk, hele speciale tapijtjes. Ja, kijk, laat even goed zien, Rashid. Ja, wacht! Zij is aan de teken! Zij is een nachtwacht aan het maken, zij is een nachtwacht. Wacht, ja. Is het teken? Ik heb ook geen geld bij me eigenlijk, dus... Maar jij kan gewoon met kamelen betalen. Ja. Is mijn speciale aanbieding voor vanavond? Is 5 kamelen. Ja, 5 kamelen speciaal voor jou. Ja, die schud ik ook niet zo even uit mijn mouw. Waar moet zij mee doorgaan? Wat gebeurt er allemaal? Met my tekening! Hey, ik vind dit best wel goed gaan. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar ik ben best wel blij met hoe dit verloopt.
Glow in the dark wolken. Hey, dat zou best wel praktisch zijn. Het is tijd voor de volgende verrassing. Ik schrok wel heel erg van je. Ben je klaar voor? Nu weet ik het niet meer. Leg even jouw pincetje neer. Oh, nu ben ik een beetje bang. Oké. Belangrijk moment. Je gaat betreden het paleis van Sultan Ibrahim. Oh. Wat mooi. En speciaal voor jou. Ik heb grote verrassing voor jou meegenomen. De verrassing. Oh mijn god. Ik hinkel tussen doodsbang en heel erg gefascineerd. Oké. Is het de bedoeling dat ik hem om mijn nek doe? Zullen we dat doen? Oh man. Oh god. Wow. Hij is wel groot, man. En zwaar ook. Maar vergeet niet, aan elke verrassing komt een eind. Oh, nee. Ja. Jij bent bezig met onze 1001 nachtwacht. Ja, dat is waar. Dat moet wel verder. Ik kan zo de hele avond blijven staan. Ja, ik vind het zo leuk. Ja. Het was een hele grote slang. Echt? Het was fantastisch. Was heel lang. Ja. Wow. Ik ga hem nu op het schilderij maken. Tijd voor de volgende verrassing. Jeetje. Oh mijn god! Yes! Hier is die. Oh, jongens. Speciaal, hè? Dit is echt de beste. Is mooi, hè? Dit is mooi. Echt de beste nacht in mijn leven. Tijd voor weer beginnen verder aan de schilderij. Lijkt dit een beetje? Nee. Oké. Ik wil nou iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. En dat is met verf gooien op het doek. Dus ik ga wel even mijn jas uitdoen, want anders dan wordt hij echt sowieso smerig. Oké. Ja. Oh. Dan doe ik hier nog een beetje zo. Oh. Wat ziet prachtig uit. Eindelijk is hij klaar. Een schilderij is deze. Is alleen maar goed te zien. Als het is in een echte Oosterse nacht. Wat gaat er gebeuren dan? Jij moet goed opletten. Oké, ik ga... Oh! Vinden jullie het mooi? Wij vinden het prachtig! Maar het is tijd om met ons mee te gaan naar de Fata Morgana. Volg ons! Heel graag. Kom maar, mama. Kom. Ja, heel goed. Trek je jas maar aan. Een beetje fris, ja, in Hollandse kou, ja. Eindelijk, wij kunnen naar de Fata Morgana waar jij zo de hele tijd op hebt gewacht. Ja. Ali, volg jij de weg. Je had toch hoogtevrees? Oh nee. Efteling na sluitingstijd. Let's go. My god, wat gaat er gebeuren? Hey. Ja. Oké. Bitje, we zijn er. Ja, ik ben... Efteling, na sluitingstijd. Ja, maar deze ligt er niet voor niets. het lijkt alsof we op een van deze 9 mooie icoontjes mogen gaan klikken. Wat is dit allemaal voor gekke shit? Ik zie maar 1 skateboard. We gaan niet samen op 1 skateboard. Wat voor gevaarlijk kan er in een envelop zitten?
Ik probeer mezelf even in te dekken hier. Gaan we voor je even? Ja, klik maar. Ja? Ja. Okay. Hey. Britt tegen Kelvin. Jullie gaan vannacht tegen elkaar strijden. Wie de meeste opdrachten wint, mag de hele nacht in de Efteling blijven. De verliezer moet direct naar huis. Ga nu eerst op zoek naar de gouden enveloppen en kies er drie. Maak eerst één envelop open en ga de strijd met elkaar aan. Als de eerste strijd gestreden is, mogen jullie de volgende enveloppen openen enzovoort. Succes! Kelvin, jongen! Ik wil gewoon wat enveloppen grijpen. Too many options, Britt. Het is te veel. Laten we dit democratisch beslissen. Oké, dan pak ik deze. Kies jij één en dan haal ik hem eraf. Deze. Ja. Oké, ga op zoek naar de bobsleebaan. Weet jij waar die is? Ik denk dat daar. Oké. Chill. Hey. Boppie. We zijn er. Ben je klaar voor? Kom aan, ik word zenuwachtig van jou. Ga naar binnen en vind daar bierpullen, blinddoeken en maatbekers. Jullie gaan na elkaar geblinddoekt in de bobsleebaan. Nee! Met twee bierpullen gevuld met water. Wie aan het einde van de rit het meest water over heeft, heeft gewonnen en wint de punt. Nee. Nou. Oh mijn god. Jeetje, daar word je toch misselijk van gezien. Ik vind het op zich eerlijk als jij gewoon eerst mag, dat jij dat mag. Ga lekker zitten, beugeltje vast. Oh mijn god. Oké, dit is één. Oké, dit is twee. Ik zou op zich nog, ja? Op zich is het wel handig als deze ook vast doet. Oh. Je kan dit. Oh mijn god, ga omhoog. En ik heb zo'n overkast. Oh, ben ik al? Oh mijn god, ik heb zo... Oh, maar ik heb er wel water. Oh my god, ik heb zo gegild. Maar was het, ben je misselijk of zo? Nee, maar dan denk je, oké, ik ben er en dan opeens ging je weer de andere kant op. 1. 2. Love you. Love you. Oké, wacht, we doen dit. We doen dit gewoon. Oh shit. Oh, dit is niet goed. Dit is niet oké. Als je omhoog gaat, betekent dat vaak dat je ook naar beneden gaat. Waar ben ik? Ah, fuck. Ik heb net iets meer. Je hebt gewonnen. En nou mogen we nog twee opdrachten doen. Ga op zoek naar de halve maan. Eenmaal daar aangekomen, lees jullie opdracht aan de achterkant. Oké. Okay. Gewoon naar buiten, ja? Jij beslist. Ik vertrouw je. Yeah. Okay. Dit is de halve maan, dus. Oké. Okay. Neem beide plaatsen in een ander punt van de halve maan. Daar vinden jullie een tas met piratenattributen. Zodra de halve maan op zijn hoogste punt is, moeten jullie zo snel mogelijk omkleden. Zodra je klaar bent, druk je op de bel. Degene die als eerste is, heeft een punt gewonnen, en wint een punt. En straks gaat hij hoog, hè? Je had toch hoogtevrees? Ja, oh ja, maar... Oh ja, je had hoogtevrees. Nee, maar ik zie er niet zoveel. Oh shit! Oké, 3, 2, 1, let's go! Starten, oké! Okay. Oh, ik word niet misselijk! Oh, fuck! Oké, wat is dit? Zit hier nog meer in? Zit hier nog meer in? Hoe moet ik aan dan? Jezus, dit al! Oh, een snor! Een snor! Oh shit, de snor ligt op de grond! Waar de fuck is mijn snor? Mijn snor is weg!
Ja, 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 ja. Ik ben klaar. Ik ben klaar. I did it. Dit is het verschil tussen een winnaar en een verliezer. Dit. Een baardje. Nou, zullen we dan de laatste en de doorslaggevende envelop grijpen? Ga op zoek naar het water achter Inca Gijs. Nou, dan lopen we even door het park. Gaan we even zoeken. Ja, man. Dit lijkt op een gijs. Ja, als je een hollebolle gijs heeft, toch ook zo'n mond? Ja, maar dan in de Inca gijs. Inca versie. Give it to me. Neem beide plaats in een aquabal. Wie als eerste aan de overkant is, wint een punt. Oh, nee. En hier moet één naar de overkant. Shit. Oh, dat is echt een droom die uitkomt. Nee, echt? Ja. Ik vind het wel... Straks knapt hij midden op het water. Dan zit je daar. Heb je een zwemdiploma? Ja, dat wel. Dat was het, jongens. Ik ben een officiële verliezer. Gewonnen! Oh mijn god! Oh. Ja, jongen, dan heb je verloren. Ik voelde me een hamster. Ik heb gewoon respect voor hamsters gekregen. Het spijt me, je hebt wel verloren, jongen. Het was een fantastische strijd. Oh, gelukkig maar. Ik vond het een eer om tegen je te strijden. Ik vond het nog een grotere eer om van je te verliezen. Goeie reis naar huis. Oh ja, nu moet ik naar huis, serieus. Oh, jij mag hier blijven. Nou, veel plezier, hè? Doe nog een rondje. Is leuk. Doei, Kel. Ik ga je missen.